Deze clip, Kony 2012, is al 70 miljoen keer bekeken in één week. Ja, onvoorstelbaar. En kinderen, jonge mensen bevelen hem aan op Facebook. Mensen die totaal niet in politiek zijn geïnteresseerd. Eigenlijk is het helemaal geen nieuws. Ja. En toch is, nou, de hele wereld houdt zich met deze clip bezig. Wat is het geheim? Het geheim, ja. Nou, daar valt van alles over te zeggen. Er zit wel degelijk een slimme manipulatieve vorm, gebruikt hij. Hij trekt eigenlijk alle Hollywood-registers open. En normaal geef ik beeldgrammatica, beeldtaal les, zeg maar. En ik heb een training fileren met Gert, daar kijk ik eigenlijk vooral wat er mis is. Dat lukte bij dit filmpje eigenlijk helemaal niet. Ik heb één of twee kritiekpuntjes, maar eigenlijk kan ik alleen maar uitleggen hoe goed die werkt. Dus het is een briljant filmpje eigenlijk? Het is eigenlijk een briljant filmpje, ja. Uit jouw mond klinkt dat ongelooflijk. Ongewoon, ja. 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 Nee, het is echt, ja, hij doet het gewoon heel slim. En nou, ik wil je graag laten zien wat hij allemaal inzet om het zo te maken. Het is allereerst natuurlijk, het is snel en lekker, het is hoopvol. Ik zag een meisje op het internet die zei, it's not depressive. Weet je, ondanks de boodschap is het een positieve film, zeg maar. Het is echt helemaal de Amerikaanse droom. De wereld is maakbaar. Het zijn korte shots. Het zijn geen meditatieve lange shots. Het is hip. Het is snel. Dat in het algemeen. En het is eigenlijk een goede vorm van propaganda. Zo zou je het ook kunnen noemen. En een van de kerndingen van propaganda is dat je laat zien wat je beweert. En dat doet hij heel slim. En jij gaat nu laten zien. Ik ga proberen je uit te leggen wat hij allemaal doet, zeg maar. Nou, allereerst, hij spreekt natuurlijk heel erg deze generatie aan. We share what we love and it reminds us what we all have in common. Hij gebruikt de module van Facebook als een soort guideline om door zijn filmpje heen te klikken. Als je op Facebook een artikel aanklikt, dan krijg je daar gelijk een hele reeks van onderwerpen, verwante onderwerpen bij. En dat doet hij eigenlijk ook. Dus hij klikt van het een naar het ander. Natuurlijk zit er een rode draad in. Heel slim bedacht, maar het voelt alsof je het zelf aan het doen bent bijna. Je surft gewoon door het onderwerp heen. En, je raakt als kijker betrokken. Je wordt in de film getrokken. Ja, en eigenlijk in de film als je achter de computer zit. Ik denk dat deze film, om het zo maar te noemen, die half uur documentaire, het helemaal niet goed zou doen op het ITVA of in de bioscoop of zo. Het werkt gewoon heel goed op het internet. Want je zit naar je eigen computerscherm te kijken en je ziet je eigen muis bewegen. Mm-hmm. Het is alsof je zelf het filmpje doet, mm-hmm. zeg maar. Het is dus heel erg internettaal. En dan zegt hij hier al, we share what we love en zo. Er is heel snel ook een we. Dus je voelt je heel erg snel betrokken en heel erg snel aangesproken. Van, oh, ik ben onderdeel van de groep. Okay, het is ook laagdrempelig, het zijn geen ingewikkelde beelden. Je ziet heel kort even die verminkte mensen. Nou, ik hoef ze niet te laten zien, iedereen heeft ze wel gezien. Maar het is heel kort, dat is eigenlijk het enige echt zware in het hele filmpje. Maar het gaat vooral over vriendschap en verbondenheid. Mm-hmm. En niemand kan natuurlijk tegen het kidnappen van argeloze kinderen zijn. En omdat hij zeker niet, als hij de vergelijking maakt met zijn eigen zoontje, die we natuurlijk allemaal reuzenschattig vinden. En als hij gekidnapt zou worden, nou, dan zal half Amerika op zijn achterste benen staan. Dat legt hij ook uit. Dus als het in Afrika gebeurt, zouden we dat eigenlijk ook moeten doen. Nou, dat is een hele slimme vergelijking. Dus hij doet ook heel veel met identificatie. Er is een ik, een hoofdpersoon, de maker van het filmpje. Is ook een paar keer zelf in beeld. Blijkt een schattig zoontje te hebben. Waarmee je dus met beide maar al te graag identificeert. Maar die maker zelf is ook best wel hip. Ja. Jonge, leuke, liefdevolle vader. En die een hobby heeft, zeg maar. Kom ik zo op. Hij doet het ook heel concreet. Ook typisch zo'n Facebook, zo'n internetding. Hij noemt een datum, weet je wel, waarop we iets gaan doen. Terwijl de wereld slaapt, hè, zegt hij hier. When we cover the night. This is the day when we will meet at sundown. And blanket every street in every city till the sun comes up. We will be smart and we will be thorough. The rest of the world will go to bed Friday night. The rest of the world will go to bed. Het is een soort conspiracy. Hè? Je wordt onderdeel van een team wat iets gaat doen 's nachts. En we zullen de wereld eens even laten zien hoe het gaat. Ja, ik hoop wel degelijk dat dit werkt natuurlijk. Want het zou een deur openen naar andere Darfur. Er zijn natuurlijk talloze plekken waar dit misschien al wel veel
nijpender is. Ja, je kan het ene leed niet met het andere vergelijken. Maar dat is ook de kritiek, hè? Dit slaat nu plotseling enorm aan. Terwijl er andere verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld, die misschien nog wel erger zijn op dit moment. Maar ja, dat is een hele journalistieke discussie, begrijp je? Daar wil ik me eigenlijk niet in mengen. Mm-hmm. Ik kijk vooral van waarom werkt dit filmpje zo goed. Want natuurlijk, je kan het hebben over de privéjets van de mannen en er gaat maar weer 30%. Weet je wel, naar het eigenlijke doel en zo. En dan kom je weer in het bekende cynisme terecht van ja, zie je wel, we worden toch belazerd en de oren aangenaaid. Helemaal niet interessant. Weet je wel, laten we er positief naar kijken, naar deze hele beweging ineens. En denken van nou, als dit werkt, waarom niet? Weet je wel, het is dus een nieuwe manier en ik ben hoopvol gestemd. Weet je wel? Laten we van het positief uitgaan, zeg maar. Oké, het gaat over avontuur. Er is een vader met een backpack, zie je, de middelste. Die maakt vrienden over de hele wereld. Zie je hier. It's been almost 10 years since Jacob and I became friends. Zie je? Mm-hmm. Hij zit met blanke vrienden boven op een bus in de wind in Afrika. Wat natuurlijk heel vreemd is hier, hè. Want dit suggereert alsof we in Afrika zijn. Around the sun. Zie je, het is een fantastische avontuur, weet je wel. Mm-hmm. Terwijl het daar, als ik hem begrijp, behoorlijk gevaarlijk is. En wat doen die mannen dan allemaal, die blanke mannen allemaal op die bus? Maar dat refereert aan talloze reisprogramma's, aan films, weet je wel. Ik ben van de Peter Stuyvesant generatie, daar had je dit soort shots ook allemaal. Mm-hmm. Het was allemaal snel en jong en lekker. Hij gebruikt hele slimme, is ook typisch een Hollywood kenmerk, teasende teksten. Dus teksten die zorgen dat je verder wil kijken. Hier zit er bijvoorbeeld eentje. After spending a few weeks with Jacob, he told me something I would never forget. Nou, dubbele punt. Wat zegt hij dan? En je blijft dus hangen. Allemaal kleine cliffhangertjes. Bijna elke zin is zo. Is een slimme manier van de aandacht vast te houden bij de kijker. Dan doet hij iets anders met tekst. We're going to stop them. Deze zin. Zwart. Going to stop them. Zie je? Ja, dit is een heel manipulatief gebruik van een belangrijke zin gewoon nog een keer in de echo. En soms zie je films waar het nog vaker in de echo zit. Zo het echoot na in je hoofd. Oké, dit is de kernzin. Dat zijn gewoon documentaire dingen die toevoegt. Er zit er ook eentje hier. Als het jochje zegt, heb je gezien dat je broer werd afgeslacht? Did you see it? Hij zag. Hier, er zit bijna een echo. Het lijkt iemand anders misschien daarnaast. Maar het kan ook zijn stem zijn die dat. Ja, alsof hij het continu in zijn hoofd herhaalt. Ja, precies. Ja, exact. Het is een belangrijke zin natuurlijk. Ja, ja. Ik vind, dat doet je wat als je dat. Ja, nee, absoluut. Nee hoor, dat doet mij ook absoluut wat hoor. We praten nu even heel pragmatisch en klinisch over van hoe werkt het zo en waarom werkt het zo. Ik vond dit wel het meest heftige moment eigenlijk in de film. Met het moment natuurlijk dat hij zegt dat hij eigenlijk wel dood wil. Mm-hmm. Dit soort frames, moet je kijken hoe lang dat in beeld is. Dat was hem, zie je. Mm-hmm. Het is één framepje. En wat is dat, het logo? Het is het logo, ja, wat hij later uitlegt, hè, de wereld op zijn kop. Mm-hmm. Je snapt natuurlijk nog absoluut niet wat dat is. Mm-hmm. Maar je raakt wel geïntrigeerd van wat deed dat dingetje daar. Later zit het nog een paar keer. Zag je? Ja. En dat is ook weer één framepje. Ja. Deze, dan iets in de zijkant en dan hem op zijn kop. Subliminaal. Subliminaal is niet bewezen, hè. Dat is het beroemde flesje cola, wat je dan één frame zou zien en waardoor je aan cola gaat denken. Je neemt het onbewust wel op. Ze gebruiken muziek, heel belangrijk emotioneel drager natuurlijk. Ze laten bijvoorbeeld bij de jongen, als hij de belangrijkste tekst geeft, hier, moet je kijken wat ze met de muziek doen. Zie, zit muziek onder al een tijdje. Heel weinig, een beetje nondescripte muziek. Tonen. He told me something I would never forget. So it is better when you kill us. En dan wordt hier stil. If possible, you can kill us, you kill us. Mm-hmm. En deze hele tekst die nu komt, die heel belangrijk is natuurlijk, is in stilte. Je kan je ook voorstellen, dus krijgt veel extra veel aandacht. Je kan je ook voorstellen, als je die muziek door zou laten lopen, dan wordt het een beetje tearjerking, weet je wel? Mm-hmm.
van de jongen zegt iets ernstigs en er komt ernstige muziek onder. En dan voel je van, ik moet nu iets voelen. Maar dat laat je aan jezelf over door het stil te maken. Mm-hmm. Omdat het eigenlijk nog meer effect heeft. Het heeft veel meer effect, ja. Stilte heeft, na muziek heeft een enorm effect. Je valt echt in dat gat. Mm-hmm. En je voelt, je gaat met je oren naar voren toe eigenlijk van, wat zegt hij je dan? Daarnaast is het ondertiteld, hè. Frappant genoeg, de hele film is in het Amerikaans, in het Engels. Maar deze zinnetjes zijn dan, die, terwijl ze prima te verstaan zijn, zijn ondertiteld. Zodat je ze hoe dan ook tot je krijgt. Hij doet iets anders met muziek. Bijvoorbeeld hier, met deze shots. Het heeft het effect van, het lijken wel doden in een ruimte, hè, op gebaarde lijken. Ja. Later krijg je ook dat zwart-wit beeld van het concentratiekamp onder Hitler. Daar zit een soort symbool, zit een soort beeldrijm in. En wat mij opviel, deze muziek deed mij heel erg denken aan Schindler's List. De vioolmuziek, klagende violen in die film, Holocaust natuurlijk. Daar snap je, daar doet hij stiekem, er had van alles ondergekut, maar net die klagende violen en die associatie werkt natuurlijk wel. Ze slapen gewoon. Maar goed. Denk jij dat hij zelf ook aan Schindler's List heeft gedacht? Dat weet ik niet. Maar dat kan je natuurlijk nooit precies achterhalen. Maar een goede filmmaker jat alles bij elkaar. En dat doet hij ook. Hij kent de Hollywood technieken, denk ik. Dat zie ik gewoon. Dus waarom die techniek ook niet? Hij weet dat muziek gewoon een heel snel emotionele lading geeft aan een shot. Dus kies dan de goede muziek. Kies een muziek die een associatie heeft misschien met iets anders. Snap je? Mm-hmm. En niet met avonturenfilm in dit geval. Maar met ja, in mijn geval. Bij mij de associatie met Schindler's List. Misschien ben ik de enige. Dan doet hij nog iets met muziek. Hij doet hier een heel stuk. Dat zit vaker. Allemaal beelden die op zich eigenlijk weinig met elkaar te maken hebben. Ik kan het doen. Ik ben overwhelmed. Hoor je de muziek? After 8 years of work, the government finally heard us. En die muziek loopt hier dan de hele tijd onderdoor en het wordt één geheel. Mm-hmm. Ook slim, het zijn eigenlijk allemaal losse dingen. Zit er geen muziek onder, wordt het een beetje staccato montage ineens. En moet die tekst het aan elkaar praten. Maar die muziek praat het eigenlijk gevoelsmatig aan elkaar. Wat veel sterker werkt natuurlijk dan welke tekst dan ook. Oké, dan maakt hij heel slim gebruik van kleur. Hè, de film begint in zwart-wit, heb je wel gezien. En het gevoel geeft het mij, het is een beetje science fiction, hè, met die lettertjes die beginnen en zo. Zo'n jaren 50 film. En je ziet de wereld en zo. Dit gaan wij inkleuren. Weet je? Hier gaan wij kleur aangeven. En dat zit er stiekem in. Als je kijkt naar wat hij doet met kleur. Allereerst, in Afrika is het altijd donker. Mm-hmm. Alle shots in Afrika, met de kinderen, hè, en de rebellen en zo. De kindsoldaten zijn in het donker. Hier regent het zelfs. Zie je? Het regent, dus het is naar. Mm-hmm. Het is niet kleur gecorrigeerd. En de rest van de shots, in je herinnering, zijn heel zonnig en kleurrijk. Mm-hmm. Je bedoelt op het moment dat de hoop groeit. Ja, de hoop groeit, wordt alles weer kleur, snap je? En dat gaat allemaal heel slim. Hij laat de wereld heel vaak, wat ik zei, in kleur zien. Sorry. In zwart-wit zien bedoel ik. Zoals hier, hè, allemaal zwart-wit. Ja. En hij doet het later, als het over posters gaat, doet hij het helemaal hier. Dit zit in een kleurrijke sequentie. En dan gaat het weer over kleur. Nou, en als je deze post ziet, het is nogal heftig, hè, om Hitler, Osama en dan Kony op één lijn te zetten. En de poster bestaat vooral uit, zoals je ziet, uit een soort lichtblauw en rood. Ja. Nou, die kleuren komen, die worden heel snel al stiekem geïntroduceerd in het filmpje. Hier, heel kort shot in het begin. Work, you have to... Zie, het zijn allemaal heel kort, maar er zit allemaal rood en blauw in. Ja? Ook in het vorige shot. Zie, het is allemaal rood en blauw. En de rest zit er nog niet in. Nou, dat komt later in alle macht op allerlei plekken terug. Hij doet het hier, deze kleuren. Zie je? Zijn ze op straat bezig. Hij doet het. Stickers, yard signs en flyers. Rood en blauw. Rood en blauw van Obama in dit geval. Flyers. De kaart is in diezelfde twee kleuren. Ook de NOS-kleuren trouwens. Ja, toevallig wel. Ja. Hier is de omgeving van die foto's die je kunt uploaden. Is ook weer rood.
En waarom rood en blauw? Nou, omdat het in die poster zit. Snap je? Dus alles refereert aan die poster. Kijk, een rode kwast, blauw op de vloer, rood op de muur. Het wordt nog steeds extremer. Hier zie je blauw, 's nachts, zie je. Dan zie je rood. En dan doet hij deze. Dit is wel de meest extreme, vind ik. Het gaat allemaal heel snel. Kijk, dit shot. Het is zo gemanipuleerd. Een blauwe brievenbus, een blauwe auto, blauwe spijkerbroek, blauwe lantaarnpaal. Ja. Een rode muur, blauw-rood, in de muur terug. Zie je, rechts zie je nog een blauw uithangbord. Demanding justice on every corner. En je ziet hoe snel dat gaat, hè? Blauw, zie je. En natuurlijk is het volgende shot dan weer rood. Zie je, hoe kort het ook is. Ja, er zit alles maar weer dat subtiele, of bijna niet, ja, het is bijna niet subtiel. Maar het is zo kort dat je het meer voelt als dat je het waarneemt. Dan doet hij nog iets slims met kleur. Hij heeft dat jochie geïntroduceerd en de officier van het internationale strafhof. Mm-hmm. Die zijn in kleur. En dan vertelt hij hier. It's obvious that Kony should be stopped. The problem is 99% of the planet doesn't know who he is. Zie je, ten eerste zitten zij precies op de goede plek, hè, daar rond Oeganda. Maar de rest is dus nog zwart-wit. De rest heeft nog geen kleur. Mm-hmm. Je? Maar als je op Facebook staat, ben je allemaal in kleur. Mm. Zie je? Dus hij maakt hier een verbinding van, maar met deze techniek word je wel ingekleurd. Kijk, en dan leggen ze visueel, snap je? Zelfde hoek, zelfde kader een beetje. Hetzelfde verband tussen hem en het zoontje. Heel slim, want het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zoontje wil dat hij gearresteerd wordt en die man wil dat uiteraard ook. Want kijk maar wat ze dan weer doen. What do you think we should do about it? We should stop him. En er komt onder dit shot, snap je? The criminal here is Kony. Er komt onder, en dat is weer die stem van die ICC-man. Zie je? En die komt er dan weer achteraan. Zie je? Dus stop hem, zegt hij ook. Dus het is een hele slimme verpakking. We hebben ons geïdentificeerd met die vader en met dat zoontje. Weet je? En nu komt deze man erbij, wat toch een soort autoriteit is van buiten. Een talking head, voor je het weet wordt het saai. Nee, hij verpakt het heel slim in om hem te verweven met het zoontje. Hij voert ook een generatiekloof op. Er valt het woord concern. Older generations are concerned. Zie je, concerned, het is naar, het is vervelend. The older generation is concerned. The older generation is concerned. Dan krijg je dit shot, dalende lijn in de achtergrond, snap je? Het is allemaal negatief. Nou, dat is een toonbeeld van propaganda, wat ik zei. Hij laat eigenlijk met het woord concern en deze paar shots zien, beweert hij, of laat hij zien wat hij beweert. Hij bewijst wat hij beweert. Een ander voorbeeld dat het beeld steeds bewijst wat hij zegt. Hij zegt bijvoorbeeld, je belt, je schrijft, je stuurt brieven. En dan komt dat allemaal aan. Hier zijn mensen aan het schrijven. Hier zijn mensen aan het bellen. Start demanding that our government do something. Suddenly, it becomes... Here, and suddenly lukt het. Ze komen allemaal op het juiste bureau. Je krijgt ineens mensen aan het woord. Deze. Zie je? Nou, dit is gewoon een man, en het is waarschijnlijk een beroemde senator of zo in Amerika. Het is gewoon een man die met de pers praat, denk ik. Get their attention, ja. Dat is maar helemaal de vraag of wij nu zijn attentie hebben, of dat hij gewoon, heb je, met iedereen praat. En wat ik helemaal slim vind, is dat hij zegt dat alle politici het dan met je eens zijn. On both sides. Zie je? Republicans, Democrats. Maar ze zijn niet met je eens. Ik denk dat dit gewoon het afscheid is van een gesprek. Van nou, hartelijk dank voor je tijd. Mm-hmm. Weet je wel? Of het verwelkomen van iemand. Want dat, je hoeft dat niet met een handdruk te bevestigen. Dus dit is waarschijnlijk iets anders, maar hij beweert, ze zijn het ineens allemaal met ons eens, ze zijn voor het plan van Kony en ze schudden ons allemaal de hand. Een heel slim gebruik van beeldtaal weer. Oké, dan is het heel clipachtig, hè, eigenlijk. Maar het is heel snel gesneden. Videoclip. Videoclipachtig, ja, precies. MTV-cultuur, mm-hmm. Maar als je goed kijkt, dan zie je heel vaak, zoals hier, blank en zwart in één shot. Er wordt samen gedanst. Als je naar dit scènetje kijkt, ik zal hem wel even laten lopen, dan moet je kijken hoe snel dat gaat. Give them up to you this time around and so. Nou, allemaal heel snel, hè? Mm-hmm. Als je nu teruggaat, is het echt frappant. Het begint hier. Zwarte mensen, blanke mensen. Samen. In één shot.
zwarte mensen. Die man gooit een steen naar een blank iemand, zie je? Heel kort. En die blanke arm geeft hem weer door aan een zwart iemand. En er komt weer een blanke arm in beeld. Dan hadden we die blanke op die bus, hebben we al eerder gezien. Dan krijg je hier weer zwarte mensen. Hier heb je weer zwart en blank, daar achterin. En rechts. Hier heb je weer zwart en blank. Hier heb je weer zwart en blank. En hier ook. Hier zijn ze weer allemaal gekleurd. Hier zijn ze weer van beide. Zie je? Hier zijn ze weer van beide. Hier zijn ze weer van beide. Het gaat zo snel. Ik moet echt frame voor frame. Hier zijn ze weer van beide. Hier wordt een berg beklommen. Mooie metafoor. Hier zijn ze weer beide. Zie je? En het gaat de hele tijd. Hier zijn ze weer. Het gaat de hele tijd over die verbroedering. Mm-hmm. Tussen die twee huidskleuren. Ja. Slim. Oké, dan doet hij ook een trucje, ook een echte Hollywood truc, dat je altijd van minder naar meer gaat. Dat je niet in één keer alles verklapt, maar dat je met kleine raadseltjes begint en dan, zoals dat heet, uitpakt, opbouwt. Het alsmaar groter maakt, het alsmaar erger maakt, het alsmaar mooier maakt, het alsmaar leuker maakt, het alsmaar fijner maakt, vrolijker. Je ziet dat bijvoorbeeld hier. We beginnen op een paar mensen die slapen. En dan gaan we naar heel veel mensen die slapen, snap je? En dat is ook het einde. Dit is het ergste shot, zeg maar, qua hoeveelheid mensen van dit hele blokje, van deze hele sequentie. Dat doet hij ook met de lijst van Coney. Hè? Het begint onderaan. The perversity of Coney's crimes made him first. Zie je? En dan komt hij bovenaan. Het einde is meer dan het begin. Hij blijkt bovenaan te staan. Hij doet het met foto's. Hier. Het leger van de Heer, hè, dit doet mij denken aan Christus, hè, die met zijn armen staat en die kinderen. Dit is natuurlijk een hele slimme manier. Je denkt, oh, dat zijn maar 8 kinderen. It's been over 30,000 of them. En wat hij doet, en dat is ook de truc, je zou die tekst eerder kunnen zetten. Hè? It's been over 30,000 of them. En dan komt het beeld als een soort bewijs dat die tekst klopt. Hij doet het andersom, zoals het eigenlijk hoort. Dus hij laat het beeld eerst het vertellen, want het beeld maakt 1000 keer meer indruk dan de tekst. He, ons brein is helemaal bedraafd voor het beeld. Niet zozeer voor tekst, maar een heel klein gebiedje in je brein. Maar beeld is wel, ik weet niet hoeveel hersencellen. Dus we zijn heel erg op het beeld. En dus we zien het eerst en dan bewijst die tekst het nog een keer. En het slimme is dan ook dat als je het eerst ziet en die tekst komt erachteraan, dat je jezelf slim voelt. Want je hebt zelf ontdekt dat er veel meer zijn. Snap je? En die tekst bewijst dat je gelijk had. Dus hij laat de kijker ook de hele tijd, dat kan je bijna per shot zien, het gevoel geven dat hij slim is, dat hij het zelf allemaal ontdekt, zoals een goede speelfilm dat ook doet. Ze kouwen het je niet voor. Het beeld gaat niet gelijk op met de tekst, maar het beeld loopt voor. Oh ja, er viel me trouwens op hier dat Jacob, onze hoofdpersoon, staat daar natuurlijk tussen. Hij heeft als enige een truitje aan, zie je dat? En de rest heeft allemaal zo'n licht gekleurd shirt aan. Zodat je hem natuurlijk gelijk heel duidelijk ziet. Ik denk niet dat het verder een betekenis heeft, maar vooral dat. Er is iets anders inderdaad aan hem dan de rest. En dat is vooral die kleding, denk ik. Mm. Nou, beeldtaal wordt op allerlei manieren ingezet. Je hebt bijvoorbeeld dit voorbeeld. Een foto van kinderen die groeien. Hij doet heel eigentijds dat hij mensen losmaakt van de achtergrond. Hè. Dat is heel erg modern, erg hip weer, erg weer deze generatie. Het is 2012, weet je wel. Je mag wel wat meer verwachten van een foto dan alleen maar de foto. En als je dan kijkt naar deze foto bijvoorbeeld, dan zie je de kinderen groeien. Snap je? Dus je had het allerlei manieren kunnen doen. Als je het zo had gedaan, worden de kinderen kleiner. Nee, maar de kinderen groeien, want hij geeft ze power. Hè, door ze een geweer te geven en ze op te leiden. En die kinderen worden machtig. Maar de meisjes die tot seksslavinnen worden gebombardeerd, hoe moet je dat zeggen? Gemaakt. Zie je, gaan omlaag. Mm-hmm. Zie je? Dus het is allemaal stiekem slim gebruik van taal. Hij doet dat ook met tekst natuurlijk. Dit soort zinnetjes. Humanity's greatest desire is to belong and connect. Oké, nou, dat is even gesteld, weet je wel. En dat vind je dan ineens ook eigenlijk. Tot die tijd had ik het nooit zo gerealiseerd. Maar als je dat zo hoort, denk je, ja, dat vind ik ook. Dus je hebt heel snel ook dat, dat van ik hoor daarbij, weet je wel, ik wil daarbij horen. Ik wil ook belong en connecten. En dan heb je weer dat share en dat like knopje op Facebook en zo. En dat doet het ook de hele tijd. En hij verbindt het met grootse thema's, weet je wel. Ik bedoel, de hele wereld, weet je wel. Mm-hmm. Universeel. Die aarde in het begin. Kijk, als je dit shot spiegelt,
Dan heb je, ik zag laatst de film Knowing. En daar zie je dat de aarde langzaam naar het donker toe draait. En dat gaat ook over onheil en het einde van de wereld. Weet je wel, maar hier, omdat de rechterkant van het beeld is altijd belangrijker dan de linkerkant. Weet je wel, aan de rechterkant van het beeld zit de zon, zie je, en zitten wij. De linkerkant is nog in het donker. Dus hij maakt ook, ja, het klopt gewoon allemaal, weet je wel. Dat je de aarde zo filmt, hij had op allerlei manieren gekund, slot er rond. Maar hij filmt hem zo dat het weer positief uitvalt, snap je? En dan zegt hij later zelfs, om het even groot te houden, ik bedoel, hier bij de aarde. And if we succeed, we change the course of human history. Zie je, de hele aardbol draait ineens de andere kant op, draait normaal zo en draait ineens zo, weet je? We change the course of history, dat zijn nogal opmerkingen. Maar het beeld bewijst het eigenlijk weer, weet je? We laten de aarde een andere kant op draaien. En als je ook goed kijkt, dan zie je dat de aarde dan langzaam eigenlijk helemaal in de zon komt. Zie je hier? Zie je? Dus het komt goed. Maar, zegt hij weer? But time is running out. Maar dan wordt het toch weer zwart, want we zijn er nog niet. Snap je? Dus het is allemaal clever gebruikt. Oké, dus de reuzenstappen die hij maakt, het universele, koppelt hij aan het hele kleine. En dat is wat elke film doet, of wat elk probleem vaak behapbaar maakt. Een enorm probleem breng je terug tot één persoon. Eén mens, weet je wel, en wat die te verduren krijgt. En daarmee staat de hele wereld symbool. Dit beginstukje met die zaal en zo, en dat hij zegt, weet je wel, you cannot stop a war. Who are you to end a war? Ja. I'm here to tell you, who are you not to? Perfecte Amerikaanse tekst. Je ziet ook weer, trouwens, heel slim zie ik nu, aan het einde van die scène zit weer een donker iemand. Mm-hmm. Okay, dus er wordt al een link gelegd. Het is helemaal in het begin van de film, hè. Zit op 3,5 minuut. Dan krijg je weer, gaan we weer terug naar het zoontje, krijg je dit soort onzin. Dat betekent, we zijn weer terug in het amateurwereldje, hè, met die flitsen en zo. Mm-hmm. Zie je, dus het is allemaal, dat is gewoon gemonteerd, dat is bedacht. Als hij zegt, dit heb ik even in elkaar geflanst, zeg maar, in een dag of zo. Dat flauwkul, daar is weken aan gemonteerd. En er zijn shots voor gedraaid, je wel, met kraanshots over mensen heen omhoog en zo. Het is helemaal, misschien zelfs bedacht, of in de montage bedacht, dat kan je nooit helemaal zeggen. Maar daar is wel heel goed over nagedacht. Kijk, het enige wat eigenlijk telt in elke film is de emotie van de kijker. Daar hoor je op te monteren. En wat natuurlijk een heel slim stukje is, is dit stukje. Oh. Daar moet iedereen vreselijk om lachen. Zie je? En dan krijg je die guitige blik. Ja, hier kan je al zien dat het gemanipuleerd is. Als die jongen had gezegd in beeld in die supermarkt, in dat karretje, I think we got the video, had je hem dat natuurlijk laten zeggen. Met die glimlach erbij, hè. Maar dat heeft hij natuurlijk niet, weet je wel. Dat heeft hij er misschien later, het jochje weet tenslotte ook wat filmmaken is, hebben we hiervoor net gezien. En hier ook, Daddy watch this en zo. Het is de vraag of hij dat hier zegt. Okay? Dus dat is gewoon, ja, dat is gemanipuleerd. Er is niks op tegen en zo. Het is helemaal zoals elke filmmaker dat probeert te doen. Maar je kan er wel aan zien dat eraan gewerkt is, zeg maar. Misschien zijn die zinnetjes los bedacht. Daddy, watch this. Het is natuurlijk een grap. Een ontzettend leuke grap. Hè? En dat die horizon niet klopt, dat het effect hoort lager te liggen en zo. Maar dat maakt het juist lekker knullig. Weet je wel? Heel belangrijk, als je iets door wil laten komen. Ik doe het zelf nu veel te weinig, terwijl ik aan het woord ben in mijn enthousiasme. Maar het gebruik van pauzes. Dus stil te laten vallen, zodat iets binnenkomt. En dat doet hij op allerlei plekken. Hij heeft een goede rustige stem die je meeneemt, soms letterlijk. And I'm about to tell you exactly how we're going to do it. Zie je, dat is slim. Hè? Dat is gewoon de kijker bij betrekken. Maar wat is slim? Op het moment dat je denkt, nou oké, maar waar zit ik eigenlijk naar te kijken, weet je wel. So, but I'm going to tell you exactly how we're going to do it. Ten eerste is het weer teasing, er is weer een dubbele puntzin. Mm-hmm. Wat komt er dan? Dus dat is, en het is heldere taal, weet je wel. How we are going to do it. Dus samen met mij gaan we iets doen. En wat zie je dan? Eerste shot, wat we gaan doen. Je staat tussen de jeugd in. Jongen met een petje, en waar kijk je naar? Het establishment. De torens in de verte, het grote geld. De corruptie of wat dan ook, of de macht die je moet bereiken, hè, waar het filmpje over gaat. We moeten Obama bereiken, die 100 man moeten daar blijven, die forces en zo. En dan komt alles aan het rollen. Dat domino effect, weet je wel, wat je verderop ergens ziet. Maar dit is dus een heel slim shot. Om er eerst tussen te staan gelijk. Een point of view vanaf een van de jeugdige helpers. Die verbanden
die visueel legt, legt hij natuurlijk ook met de Arabische lente. Hè? Heel kort shot even van Facebook, want daar gaat het over. Ik zei, het spreekt de Facebook-generatie heel erg aan. Hè, dat is ook de eerste tekst. Er zijn nu meer mensen op Facebook dan er twee eeuwen geleden waren of zo op de aarde. Oké, de onderliggende gedachte die je de hele film doorkrijgt is, je kunt iets doen. Eindelijk kun je iets doen. Je hoeft niet machteloos achter je Facebook te zitten, je vrienden te vertellen wat je allemaal aan het doen bent, maar je kan ineens iets zinvols doen, weet je wel, bruin brood. En ik denk dat voor de jeugd ook heel erg aanspreekt op dit moment. En dus wat geeft hij ze? Power, zie je? Ook weer heel kort in beeld, maar het gaat over empowerment natuurlijk. Die 30 minuten zijn sowieso heel slim opgepakt, hè? Want zoals je weet, in het begin vertelt hij je van, oké, als het wil werken. The game has new rules. The next 27 minutes are an experiment. But in order for it to work, you have to pay attention. Nou, slim dit, weet je wel? Ik ga je vertellen, want een filmpje van 30 minuten op internet, hè, waar 70 miljoen mensen, is vrij uitzonderlijk. Meestal zijn ze 2 minuten en zo. En dan haal je veel hits, maar 30 minuten. Maar hij legt het je uit. Je moet wel 70 minuten gaan kijken nu en je moet opletten, anders werkt het niet. Het is een experiment. Dat is slim, hè? Dan denk je, oké, wat is het experiment dan? Dus je blijft wachten. En dus hij is daarin eerlijk, vind ik. Hij vertelt je wat we gaan doen. Zoals een goede filmmaker je van tevoren vertelt in een film. Dit wordt een comedy, dit wordt een tragedie, wat dan ook. Dat doet hij ook in montage, zoals dit. Hop, zie je? Dit soort lassen zitten er heel veel in, van die springers. Die in Hilversum helaas nog vaak verboden zijn, weet je wel. Wat is daar het nut van? Je laat zien dat je monteert. Je laat zien dat je er iets dus uithaalt. Kijk, hij weet het even niet. En dan... Hapsakee, zie je? Er is gewoon een stukje tussenuit. Dus dat laat hij je gewoon zien. Dus hij is gewoon eerlijk. Hij gaat dat niet afplakken met luisterende asbakken of handjes of een schilderijtje aan de muur of zo. Dingen die je niet doet doen. Het is zogenaamde plakshots, waar ik niet in geloof. Maar hij laat het gewoon zien van, nou, ik monteer. Tjoh? Ik laat je de belangrijkste momenten zien. Jij vindt dat dat in het journaal ook wel gewoon kan? Ik vind dat het in het journaal ook wel kan, maar dat weet je, dat is al een lange discussie. Maar ja, waarom niet? Weet je, je maakt duidelijk van, nou, we monteren. En als je er even een luisterende asbak overheen zet over zo'n last, dan weet eigenlijk half Nederland al dat erin gemonteerd is. Weet je wel? Is dat ook nog eens. Nou, en de hele tendens van het filmpje is dat het hoopvol is. Weet je wel? Daarom is Nightmare, Enjoying Poverty. Er zijn een aantal films over Afrika die heel deprimerend zijn. Na afloop, als je ze gezien hebt, denk je, ja, wat moet ik nu? Weet je wel? Ik zou iets willen doen, maar ik weet niet wat. Met deze film krijg je heel duidelijk aan het einde ook een 3-stappenplan. Dit kun je gaan doen. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoeveel mensen nou die petitie hebben ondertekend inmiddels. Nou, als laatste doet hij dingen die we allemaal wel kennen. Je ziet Kony en dan zie je... even terug. Je ziet Kony, dan zie je dit shot. An international support could be removed at any time. Maar ze kunnen removed worden. En Kony was hiervoor serieus. En wat zie je dan? Kony is vrolijk. Help je? Want ze zijn misschien removed. Allemaal heel slimme montage. Gebruik van archiefmateriaal op het juiste moment. En op een gegeven moment krijg je een foto, deze. En dan lijkt het alsof Kony al gearresteerd is. Zie je? And has new rules. Met die militairen omheen. Zonder hoofd. Ik denk eerlijk gezegd dat hij dingen zoals met zijn zoontje in de supermarkt, dat hij dingen heeft gestaged, heeft geanceneerd. Hier is zogenaamd een brief van Barack Obama, waarvan ik me niet voorstel dat hij op zo'n slechte typemachine geschreven is. Hè? Ja. Kan me echt niet voorstellen. Maar dat is zijn stijl. Hè? Alle documenten zien er zo uit, dus ik snap dat wel. Maar hij doet net alsof dit van Barack Obama is. Dat leest hij dan voor aan een groep. En daar zijn wij toevallig bij. Snap je? Op het moment dat Barack Obama dat bekend maakt, zijn wij er toevallig, staan we daarnaast en filmen we dat. Kijk, eerlijk gezegd, dit shot geloof ik wel. Weet je wel? Maar dat vorige shot, dat kan je gewoon in scène zetten, want dat heb je natuurlijk niet. Nou ja, het zou kunnen, maar het lijkt me stug. Weet je wel? Zeker door deze shotwissel, want kijk naar de computer, dit is een brief. Weet je wel? Waar zij een elektronische beweging over maken, dus het heeft niks met elkaar. Maar als je het wil stagen, moet je het overstuurd maken in het geluid, dat is het. Je moet het onscherp maken, dat is het. En je moet zorgen dat de hoofdpersoon uit beeld gaat, want dan ben je te laat met de camera. En dat is het ook. Zie je? Dus hij gebruikt volgens mij al die elementen hier. Ja? Waardoor het echt lijkt. Ja. Maar goed, dat weet ik natuurlijk nooit zeker, maar dat vermoed ik wel. Een goede documentairemaker zet dit gewoon ook in. Weet je wel? Om zijn verhaal te vertellen.
En dan kan je mee blij zijn met de mensen. Oké. En als laatste opmerking. Hier gaat het natuurlijk over. Ja, wat ik zei. De jeugd vermoed ik. Ik ben geen socioloog hoor, helemaal niet. En ik wil geen alomvattende opmerkingen maken. Na dit korte betoog. Maar ik denk wel dat een grote groep jeugdige mensen op zoek is naar iets. En de marketing is daar heel slim in. Weet je? Die speelt daar heel slim op in. En ja, het is een soort ultiem gevoel van eeuwige jeugd. En wij gaan samen de wereld veranderen. We are the world had je een paar jaar geleden. We are the future, dat nummer. Dat voel ik hier wel heel erg all over, heel erg in terug. Ja, en energie, nieuwe energie. Ja, nieuwe energie. Het is heel energierijk. Ja. Dus heel knap. En of dit verklaart waarom er nou 70 miljoen mensen naar kijken, dat weet ik niet. Ik kan alleen maar alle details aanwijzen die ik zie. En ja, er zijn meer goede films gemaakt die niet zoveel publiek kregen. Het is natuurlijk ook een hype. Het is natuurlijk ook, je kan heel makkelijk share aanklikken en like. En het zit heel erg op Facebook. En weet je wel, al die dingen die spelen allemaal mee. Maar of het echt verklaart, ja. En het is wel heel Amerikaans. Ja. Toch spreekt het ook heel veel mensen hier in het Westen aan. Maar dat is wat ik zei, denk ik, omdat wij die taal, die beeldtaal die de Amerikanen zo optimaal beheersen, zo heel goed begrijpen. Ja, wij kunnen elke Amerikaanse film helemaal meevoelen. Mm-hmm. Die hele cultuur, ja, die ken je. Mm-hmm. Ben je daar op vakantie, loop je daar in een film voor je gevoel, weet je. En hij gebruikt, wat ik zei, al die Hollywood trucjes om ons te verleiden. En dat werkt, het lukt als trein.